Op een dag vind je de job van je leven en dan sta je maar in die gietende regen op Le Perret. Een Luikse derby met veel water dus, met weinig kansen en met één smerige tackle. Ai, 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 ai. Dit is echt wel de aanval afbreken. Naar Mechelen dan, waar het eerst geweldig tegen zit voor Malinois. Het is buitenspel. En even later opnieuw. Ja, buitenspel. Alweer. En dan zak je al eens door de grond. Een belachelijke verdwijntruc, redelijk slecht theater. Trouwens niet alleen in Mechelen, maar ook in Westerlo. Snel naar een andere wedstrijd dan maar. In? Brugge. Klopt, in Brugge, waar helden worden gevierd. En Jan Vertonghen al werkt aan zijn toekomstige carrière als analist. Brugge speelde goed, wij niet. Een goed functionerende jacuzzi hebben ze niet bij Anderlecht gestolen. Punt daarentegen wel. Oh, wel, Mechelen. Een ongoal. Soms durft het niveau in de Pro League al eens tegenvallen. En dan is het ook voor onze commentatoren even zoeken naar gesprekstof. Goed, dan kunnen wij terug naar Frank en Wesley. Ja. Dat hebben we nog niet vermeld. Die is naar de kapper geweest, dat hebben we gezien. 5 jaar jonger, hè? Hij ziet er goed uit. Hij ziet er heel goed uit. Vooraleer het helemaal gênant wordt, snel naar een goal. Een mooie goal overigens. Oh, kijk eens aan. Wat een goal. Tot slot nog iets over de crisis. Overal wordt er bespaard en dus is er geen geld voor pakweg een microfoon. En ook bij Kortrijk was het budget op. Geen geld meer voor een trommel. Het is crisis voor iedereen.